Hoe lang loopt u al vrijwilligerswerk te doen bij Avisie? Ik ben 8 jaar nu bij Avisie werkzaam. Wat doet u zoal hier? Ik doe videomontages, ik doe regie, ik doe wat aan archivering. Ik werk met het dagjournaal, het dagbulletin. Varia is een belangrijk onderdeel van wat ik doe. Ik zorg dat de agenda op de kabelkrant er is. En ook in het journaal gebeurt de organisatie achter het geheel. Dat is een beetje mijn pakje, Jan. Hoeveel uren in de week bent u dan daarmee bezig? Nou, dat is lastig. Ik ben maar een halve ochtend in de week in de studio. Maar ik heb alle mogelijkheden om thuis ook nog van alles te doen. Een van de weinige mensen die dat thuis kunnen doen. En dan sluipen er wel heel veel uren in die je niet meetelt. Maar ik denk dat ik elke dag een 2 uur, 3 uur voor de omroep bezig ben. En dan staat zeg maar 6 dagen in de week. Dus ja, als je al die uren bij elkaar optelt, zijn het er heel wat. Nou, dan dreigt het natuurlijk de omroep weg te vallen, de zendmacht erin. Ja. Hoe zou dat voor u zijn als dat wegvalt? Nou, dat zou een groot gemis zijn, maar dat is niet voor mij belangrijk dat dat een gemis is. Het is meer voor de Almeloze bevolking. Ik kan me niet voorstellen dat iemand in Almelo zit te wachten dat er bij een evenement iemand uit Enschede komt om daar verslag van te doen. Daar geloof ik absoluut niet in. En ik denk ook dat de gemeenteraad, gekozen door de Almeloze bevolking, moet kiezen voor die keuze die voor het Almeloze bevolking het beste is. En die oplossing ligt denk ik niet door de zendmachtiging richting Enschede te sturen. Wat vindt u het leukste om voor de omroep te doen? Nou, wat ik erg leuk vind is de organisatie. Dus niet zozeer het camerawerk, maar meer het organiseren. Ik vind regie vind ik heel erg leuk om te doen. Archivering, daar hamer ik altijd op. Dat moet goed gebeuren, zodat we later weer de filmpjes of de geluidsfragmenten of de foto's weer terug kunnen vinden. Wat is dan het leukste project waar u aan meegewerkt hebt? Nou, waar ik zelf het meest trots op ben, wat ik gemaakt heb, waar ik aan meegewerkt heb. Ik heb de bevrijding van Almelo opnieuw opgenomen. Dus met de beelden van toen en de beelden van nu, die heb ik door elkaar gemixt. Ik heb het hele verhaal uitgezocht. We hebben op locatie, op de juiste datum, hebben we de opnames gemaakt, zodat de opnames de natuur ook overeenkwam met op het moment dat de Canadezen Almelo gingen bevrijden. Dat vind ik een heel mooi project geworden achteraf. Elk jaar wordt die film weer opnieuw op tv en gebracht.